pam 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 en Bella ram pam pam doe maar mee ram pam pam papa Bella doe de beren dansen pam pam da ram pam oh. Hoi avonturiers, het is weer een fantastische dag hier in die avontuurpark Hellendoorn. Ik was net een beetje mijn spul aan het pakken en klaar om een appeltje te eten. Trouwens, weet je wie ook heel erg houdt van appeltjes eten? It's Baba. En die heb ik ook al even niet gezien. Weet je, dat is een heel goed idee. Wij gaan even op bezoek bij Baba om appels te brengen. Wat? Ik heb nog meer appels. Ja. Alright. Let's go. Laten we naar Baba gaan met de appels. Wat zal die voor ons zijn? Ga je nu mee? Doe maar mee. Rum bum bum. Baba Bella. Doe de beer dans. Yeah. Rum bum bum. Baba Bella. Rum bum bum. Doe maar mee. Rum bum bum. Baba en Bella. Doe de beer dans. Yeah. Avonturiers, we zijn bijna bij Baba. En wat zal die voor ons zijn? Baba woont hier in Dromenslot. Dat is de plek waar de kleinste avonturiers, die niet groter zijn dan 21, hun allereerste avontuur zullen gaan beleven. Zullen we even, voordat we naar Baba gaan, even een rondje maken zodat we kunnen zien wat je hier kunt beleven. Alright? Well, je kunt hier beginnen. En dat is hier bij de konvooi. Dat zijn vrachtwagentjes. Die kun je sturen en dan rij je rondjes. Als je dan de bocht omgaat, dan kom je hier bij de postkoets. En de postkoets is hier met echte wagentjes en paard. En dan ga je een parcours rijden. Super cool, right? Ben je een beetje klaar met stilzitten en voel je ritme in je lijf? Dan ga je naar Bella's swingpaleis. Lekker dansen, lekker swingen. Super cool. Zoals Bella dat ook graag doet. En hier een draaimolen met orgelmuziek. En brengt je terug naar gezellige tijden. En de zwaantjes. Je kunt hier duien op de Zwanenmeer. Heel mooi, lekker rustig. En we zijn hier bij de berenboom. En daar wonen Baba en Bella. En die zijn zo leuk, zo gezellig. Laten we zien of Baba thuis is. En of die zin heeft in een appel. Oh, Baba! Baba! Hij gaat open. Ja, je bent er. Hoi! Wauw. Ja, Andries. Dit is Baba. De grootste vriend uit de avontuurpark. Is super lief. Heel sterk. En ook altijd op zoek naar avontuur. Ja. En hij kan high fives geven als de beste. Lekker knuffels. En hij vindt het fantastisch om op foto's te gaan. Ja. Oh, maar Baba. Ik zat net bij mijn tent en ik dacht, wie houdt er nou net zoveel van appels als ik? En dan ben jij, ja, zo ik heb voor jou een lekkere appel. Ja, yeah, right? Oh, maar Baba, ik zie post voor Baba en Bella. Heb je post vandaag? Zullen we even, gaan we kijken. Hij is leeg. Nee, Baba, wacht. Dit is een goed moment om aan onze avonturiers te vragen. Heb je misschien een leuke kaart? Of een mooie tekening. Of een fantastische brief. Voor Baba en voor Bella natuurlijk. Ja, yeah. Dan kun je als je hier bent, kun je erin stoppen. Maar je kan ook sturen. Misschien als je bent op vakantie of een leuke avontuur hebt beleefd. Right? Oh, dat is super cool. Weet je hoe zo'n kaart eruit kan zien? Loop maar eens even mee. Kom. Kijk, dit is als een postkaart. Groeten uit Hellendoorn. Ha ha!